Hallo en welkom bij een nieuwe Let's Play van Donkey Kong Country in het Nederlands. Ik ga hier een Let's Play over doen. Ik heb nog één slotje over, dus daar gaan we alle levels bespelen. Met natuurlijk alle puzzelstukjes, alle Kong dingen. Misschien niet in één keer, maar natuurlijk gaan we daar wel voor. We kijken natuurlijk het beginfilmpje wel even. Dat is wel even leuk, toch? En ik heb hem zo luid gezet. Ik weet niet hoe luid hij nu staat. Hij staat nu op 8. Nou, ik doe hem op 7, geluksgetal. Dan, wow, vulkaanbarst uit. Nou, ik dacht van, ik heb al vele Let's Plays gedaan. Van Mario Bros, Mario Galaxy, Mario Kart. Wat heb ik allemaal nog meer gedaan? Nou, ik weet het even zo niet meer in mijn hoofd. Maar ik heb heel veel Let's Plays al gemaakt. En deze Let's Play had ik eigenlijk nog niet gemaakt. We hebben het spel ook nog niet heel lang. Ik ben met mijn account ben ik bij World 5 of zo. Maar ik dacht van, nou ja, hier kunnen we ook wel een Let's Play over doen. Ik vind het echt een leuk spel, dus... En ik vond het ook wel leuk om hier een Let's Play over te doen. Want sommige mensen weten ook niet waar die puzzelstukjes horen en zo. Waar die zitten. Dus dat is wel even leuk dat we hier nu ook een Let's Play over doen. Eens even kijken. Ik snap het ook niet helemaal, maar er zijn een paar vreemde, wezenachtige mannetjes. Pikken de Donkey Kong wereld over en maken iedereen... Nou ja, gehypnotiseerd eigenlijk. En dan gaat iedereen tegen Donkey Kong en Diddy Kong werken. Je kunt het spel met z'n tweeën spelen. Diddy Kong kan meespelen. Misschien doen we dat wel eens een keer. Maar dan, nou ja, ver in de Let's Play eigenlijk. Dan moet je wel bij deel 30, 40, 50 wel kijken. Maar voorlopig gaan we nog gewoon met één player bezig. Want dat is wel het leukste eigenlijk. Nou ja, twee player eigenlijk. Maar ja, één player. Ja, het is wel leuk om even let's playen met één player. Dat is wel... Wel leuk. Nou ja, daar verdwijnen de bananen en dan, nou ja, ze zijn helemaal gek van bananen. Het zijn ook apen, ja logisch. Dan ben je gek van bananen en dan worden hun bananen gestolen. Nou, eens even kijken. Er komt zo'n ding binnen, alleen Donkey Kong is op een of andere vreemde, maar bijzondere reden immuun voor. Dus die wordt niet gehypnotiseerd. Jammer, maar helaas. Dus die gaat het ding straks vermoorden. Helemaal geweldig. Kunnen we straks naar level 1? Dank je. Yo, dat is leuk. Yay! Weet je wat ik met jou ga doen? Ik ga jou wegstoppen! En kaboom. En hij is verdwenen in het oerwoud. Hartstikke geweldig. En dan begint het eerste level. We beginnen meteen al met de secret. Ik wil je de controls wel even laten zien. Je kunt met de pijltjes toetsen kun je lopen. Pijltjes toetsen. Nee, fout. Pijltjes. Pijltjes, knopjes, kun je lopen. Je kunt met de twee kun je springen. Nou ja, dat is al heel veel, want dan kun je al lopen, dan kun je jezelf al bewegen. Je kunt, als je op iets komt, een beestje of dit, als je dan op twee klikt, dan kun je nog hoger springen. Je kunt duiken. Je kunt als je schudt, kun je blazen. Duiken en schudden, dan kun je blazen. Als je gewoon schudt, dan bonk je echt keihard van boem, 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 boem. En nou ja, je kunt ook nog lopen en dan schudden. Dan, ik zal het even laten zien. Dan rol je. Dus je kunt blazen, je kunt rammen en je kunt rollen. Oké, nou, er zijn echt heel veel secrets in dit spel. Niet normaal meer. Kijk, hier is de eerste secret al. Geweldig. Ballonnetjes zijn levens. Hartstikke handig. 100 bananas, dan krijg je hem een ballonnetje. Je kunt ze kopen in shops. Daar krijgen we later meer informatie over. En je kunt ze vinden in levels. En natuurlijk 100 bananetjes. Maar dat heb ik al gezegd. Hier is een geheim grot. Waar ons eerste puzzelstukje op ons zit te wachten. Helemaal geweldig. Muntjes kun je inleveren bij de shop. Kun je weer dingen verkopen en zo. Nieuwe sleutels, nieuwe levels en zo. Zulke dingen. Nou ja, geen flauw die coins heten. Volgens mij heette die gouden donkere coins of zo, weet ik veel. Nou, die zijn wel belangrijk om te verzamelen. Beestjes kun je vermoorden door erop te springen of te rollen. Auw, nu ben ik een leven kwijt. Wil je weer een leven terugkrijgen, dan zul je een leven moeten zoeken. Ja, dat lijkt me wel vrij logisch. Kunnen we deze kapot maken? Ja, banaantjes, altijd handig. Als je een combo maakt van 3 beestjes, dat zullen we vast dan wel een keer doen, deze Let's Play, of de volgende Let's Play. Dan krijg je ook nog een muntje. Hier moet je snel lopen en dan springen, wat ik nu even een beetje vergeten was. Kijk, nu loop ik snel. Met 1 kun je snel lopen overigens, voor de mensen die het nog niet weten. Hoppakee. Een blaasbloem. Nou, een puzzelstukje. Hartstikke mooi. 2 van de 9.
Eens even kieken. Ik weet misschien niet waar ze allemaal negen zitten. Ik denk het ook wel hoor, trouwens. Maar we gaan het beleven. Ach, banaantje, die wil ik wel hebben. Leven. Ik zit nog steeds te zoeken om mijn leven, jongens. Zit hij hierin? Nee. Hier misschien. Nein. Dit zijn raddingen. Dat zal ik jullie nu alvast vertellen. Als je puzzelstukje wilt hebben, moet je deze vermoorden. Super. We hebben weer 3 puzzelstukjes. Hartstikke handig. Kong, hoe gaat het met Kong? We hebben al de K. De O komt denk ik nog. Nou, met deze boot kun je helemaal je snap. Gewoon helemaal niks. Nou ja, boeien. Laat maar vliegen, die stomme boot. En een gratis puzzelstukje. Dankjewel, alsjeblieft. Een hartje. Nu zitten we weer op 2 levens. Dat is altijd handig. Kunnen we hier een kombootje maken? Nee, want hier hebben we maar 2 beestjes. Jammer. Kan ik hier aan toe komen? Nee, jammer. En hartje, daar hebben we geen fluit aan. Snap ook niet waarom. Au, ja, nu hadden we er wel wat aan, ja. Oh jee, hier komt een heel moeilijk puzzelstukje, jongens. Hier moet je alle banaantjes pakken. En als je alle banaantjes hebt gepakt, dan krijg je een puzzelstukje. Vrij irritant, want ik ben hier echt heel slecht in. Maar we hebben hem. En we hebben een nieuw puzzelstukje, die vrij pittig is. Dus ik ben blij dat ik deze nu gepakt heb. Mooi gedaan hoor, met die vlindertjes. En we gaan door. Onze eerste faal na 6 minuten. Dat is best wel slecht eigenlijk. Een hele vroege faal is dit. Nou ja, het boeit is veel. De puzzelstukjes die behoud je. Fijn. Maar de Kongletters moet je wel even opnieuw pakken. Maar dat is niet zo heel moeilijk hoor. Dat je Kongletters... Nou, gaan we even een combootje maken. En we krijgen een muntje. Zien jullie ook wat er daar gebeurt. Maak je daar nog een combo, dan krijg je 2 muntjes. En maak je nog een combo, dan krijg je 3 muntjes. Zo gaat het door tot een stuk of 6, 7 muntjes. En dan krijg je nog een ballon. En verder ben ik niet gekomen. Nou, dan weten jullie wat er dan gebeurt. Oh jongens, we moeten die K nog pakken. Oh, is die K hier niet? Nou, in ieder geval kan ik dit even laten zien. Als je puzzelstukje pakt die je al gepakt hebt, wordt die gewoon doorzichtig en pak je hem en klaar. Dus die boeit je eigenlijk helemaal niks. Tenminste, die boeit mij helemaal niks. Nou, misschien voor de mensen die dat lollig vinden of zo. Maar dat boeit je wel. Dus even kijken. We hadden al een hele vroege faal, jammer genoeg. We hebben wel een hele moeilijk puzzelstukje gehaald. Maar wat hebben we nou aan die boot? Ja, sorry hoor. Dan heb je toch helemaal niks aan. Dus even kijken. Levens hebben we niet nodig voorlopig, denk ik. Deze kunnen we wel even meepikken, maar het heeft niet zo... Ah, hier heb ik ook totaal geen zin en nut aan. Ik ga gewoon verder. Een ballonnetje, die moeten we wel even hebben. Hoppakee. Veel mensen weten niet hoe je deze O moet pakken. Nou, dat is niet zo heel moeilijk. Je doet een rolling en dan spring je in de lucht. Nou, jullie weten het nu. Dus rollen en als je bij de O bent, als je tiling hoort, als je pakt, dan moet je nog een keer springen. Nou, dit zijn checkpoints, varkentjes, hartstikke leuk gedaan. Als je er door gaat, dan begin je bij de checkpoint weer. Helemaal geweldig. Diddy Kong. Je hebt een barrel, daarmee kun je beestjes vermoorden, daarmee kun je soms geheime ruimtes ontdekken. En met die Diddy Kong kun je 2 dingen. Kijk eens even naar linksboven het scherm, helemaal linksboven. Dan zien jullie 4 hartjes. 4? Ja, 4, want ik heb net Diddy Kong gepakt en dat betekent dat we een extra hartje hebben. Je kunt er ook mee vliegen. Als je de 2 knop inhoudt, in plaats van gewoon hup te doen. Als je hem inhoudt, dan kun je even vliegen. Je kunt heel kort op het 2 klikken, dan maak je ook een klein sprongetje, zie je dat? Of je kunt heel lang op het 2 klikken en dan maak je een grote sprong. Zie je dat? Dus dat heeft ook nog wel verschil. Later krijg je nog mijn... Met je mijnkaarten moet je leveltjes doen. En met die mijn leveltje... Oh-oh. Oei. Nou, dan kan ik jullie even laten zien. Dan kom je dus hier bij checkpoint kom je weer uit. Dit deed ik trouwens niet met opzet, maar goed. Dat zal ik maar aan niemand vertellen. Diddy Kong. Dank u. Eens even kijken. Diddy Kong is verder nergens goed voor. Hij kan geen stakels pakken of zo. Ik heb nog een spel op het DS. Dat heet Donkey Kong nog wat. Donkey Kong Jungle Climber. Oh ja, Jungle Climber. En dat is Diddy Kong. Dan kun je Diddy Kong wegschieten. Zo. En dan schiet je Diddy Kong tegen beestjes aan. Die kan dan staakcoins pakken en zo. Dat kan helaas nu niet. En we hebben hier een geheim puzzelstukje. Die veel mensen ook overigens niet weten. Maar die ik nu hier wel laat zien. Kom ik wel terug? Ja hoor.
Au, kan ik een combo doorzetten? Nee, au, ik raak zelfs een leven kwijt. Gelukkig is hier nog wel een leven. En we hebben nodig en ook nog gepakt. En we hebben nog 8 muntjes. Dus even kijken. Ja, we moeten gewoon verder. Oh, dit is wel mooi gemaakt hoor, vind ik. Ik vind het wel mooi. Dat dit... Ze hebben hier wel veel tijd in gestoken. Wat hebben we nou aan deze ton? Serieus, rot op. Oh. Nou ja, banaantjes. Oei. Nakken. Jullie moeten even opnakken. Ik wil gewoon... Secret is hier. Oh jee. We gaan voor het puzzelstukje, jongens. Alle banaantjes betekent het puzzelstukje. Hoppa. Gewoon heel snel achter elkaar klikken. Dan pak je al heel veel. Ik moet dit halen. Kom op. 9. Ja. 9. 9. 9. 9. 9. Dan moeten we hem weer overnieuw. En daar heb ik er toch geen zin in. Dus doen we dat. Nee. Het puzzelstukje pakken we later wel een keer. Boeit niet zoveel. In ieder geval, dan krijg je puzzelstukje. Ik heb wel verteld. Dat is wel handig. Nak op met je banaantjes. Ik ben al in een slecht humeur. Want ik heb mijn puzzelstukje gemist. Terrible. Geef me die munt. Ik heb al wat te vreten verdiend. Jeetje, Mina. Zitten met die rotbeest ook nog lastig. Ja, sorry jongens. Maar dat is gewoon stom dat ik die gemist heb. Het is helemaal niet zo moeilijk of zo. Maar dan nog. Huppakee. En hier met die K-coin. Nou ja, we zullen maar even niks meer zeggen. De Kong-letters hebben te misten. En we hebben nog wel aardig wat puzzelstukjes, gelukkig. Dus dat is weer een heel kleine troost. En hier is nog een puzzelstukje. Dus dan hebben we al 7 van de 9. En 8 van de 9. We hebben er gewoon 1 gemist. Wat echt super stom was. Maar goed. Jullie weten wat die is. Je kunt hem zelf wat te pakken. Alleen ik heb hem niet. Niet grappig. Oenig. Stom en rottig. Nou, jammer genoeg. Hindert niet zoveel. Pak dat ding niet. Maar dat is de finish. Ja, maar hier is nou een puzzelstukje. Geweldig. 8 van de 9 puzzelstukjes. Baal wel een beetje, maar het maakt niet zoveel uit. Coin! Het minste wat je kan hebben. Prut. Nou ja, we hebben wel de Kong-letters, dus daar gaat het eigenlijk wel een beetje om. En we hebben 8 puzzelstukjes. Toch vind ik dat iets slechter hoor. Voor de eerste keer. De eerste keer Let's Play. Vind ik dat toch niet echt heel slecht. Maar goed, we hebben wel eens een betere level gehad. We gaan naar level 2. King of the Kling. Hopen dat die beter gaat. We gaan voor alle 5 puzzelstukjes. 5 is. Er zijn 5, toch? Gok ik. Alsjeblieft, laten er 5 zijn. Niet meer, want ik heb echt geen zin om meer te pakken. Zijn al 13 minuten bezig. Oh no. Nou ja, boeit niet zoveel. Hier zijn er 5, toch? Ja. Nee, 7. Nou ja, boeien. Het maakt er niet zoveel uit. Dan pakken we ze toch lekker alle 7. Nou. Er zijn wel een paar sneaky, jongens. Een paar sneaky puzzelstukjes hier nog wel. Au. Ach, klam je dan daar ook aan vast met de 1? Ja, sorry hoor. Maar daar ben je toch Donkey Kong voor? Donkey Snut is hij. Echt Donkey Prut. Kan echt helemaal niks. Dikke Kong Prut. Nou ja, hier, Diddy Kong. Hebben we geen snuit aan. Maar gelukkig krijgen we een leven erbij. Dat is wel mooi. Hier, nee. Ik wist ook wel dat dat niks was. Laat me met grote hersenmassa nadenken. Hier is wel wat. Au. Laat me erheen. Want ik heb het verdiend om daarheen te gaan. Au. Frustrerend. Tja. Nou ja. Puzzelstukje. 1 van de 7. Prachtig. En we moeten zo ophouden. Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Die levels zijn toch zo bonkenlang. We gaan gewoon afsluiten hoor straks. Ja, ik weet wel dat je gaat hapen. Het boeit me niks. Want ik ga gewoon wachten tot je naar beneden gaat. Rotzak. Eens even kijken. We zijn hier al best ver. We hebben nog maar 1 puzzelstuk. Au. Stomme kikker. We moeten even een leven krijgen, jongens. Want het gaat niet zo best. Au. Ik moet oppassen, want ik word hier echt versnut door al die beestjes. Een leven! Give me the life! Eens even kijken. Hier is een blaasdingetje. Kunnen we hier ook... Ja, hier moeten we verder. Dan heb ik nog een secret, denk ik, in petto voor jullie. Ik denk dat hier nog een secret is. Nou ja, daar had ik ook nog gelijk ook. We hebben nog een puzzelstukje te graaien. Nou, geweldig. Auw!
Oh god, nou een keer op! Oké, een mooie afsluiter. Nou, oké, we zijn in 1 aflevering zijn we klaar. Ik zie jullie de volgende. Wacht even. Rot op. Ik wil net afsluiten, komt er zo'n mega vogel naar de snut. En dan heb ik weer een halve minuut verprut. Nou ja, boeien. Bedankt dat jullie keken. De volgende aflevering gaan we dit level even afmaken. Misschien nog wel een leveltje. Gaan we denk ik wel halen. Daar staan we weer mooi kiet. Ik zie jullie het volgende let's play. Bye bye en kijken naar deel 2.